Jongens, het was allemaal een prank, dus geen Ditto in het spel. Yo kijkers, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Pokémon Go. Er is een update. Een hele grote update. Nou, niet heel groot. Het klinkt een beetje raar, maar er is een legendarische Pokémon. En het is Ditto. Ditto, die kan je alleen vinden door een Rattata te vangen, een Pidgey en nog een paar andere Pokémon. Maar hier hebben we een Rattata met een oranje cirkel. Dus die kan ik niet met één hand vangen. Maar we proberen het even één keer. Nice hebben we wel. Ja, hij stond ook super dichtbij. Maar ik denk niet dat we hem hebben. Nee. Oké, nu moet ik het heel even met twee handen proberen. Ja, dan gooi ik ook gewoon nice. Dus het ligt gewoon niet aan mijn één hand. Niet dat deze hand geen Pokémon's kan vangen. Maar het is gewoon moeilijk met één hand. En het is geen Ditto. Dat is nou toch jammer. Oké, we hebben wel volgens mij dubbel XP. Ja, dubbel candies. Gewoon drie candies. Of was dat eerst al? Twee Pidgeys. En mijn Pokémon Go Plus zit aan. Zet hem even uit. Ik had gewoon even leuk mijn Pokémon Go Plus meegenomen. Want dat vond ik wel grappig. Maar je ziet hem toch niet. Omdat ik hier een soort vet coole handschoen aan heb. En hij zit gewoon hier. Oké, dus we hebben nu twee Pidgeys. En geen Ditto. Ik hoop echt dat elke Pidgey er altijd aan Ditto is. Er spannen volgens mij niet zoveel. Maar waarom gooi je geen nice? Jullie zien hem dat ik hem op zijn hoofd gooi. Nou, nu was hij niet op zijn hoofd, maar wel een oranje cirkel. Eindelijk. En het is geen Ditto. Ik heb te veel hoops op een Ditto. Maar hier is ook wel een Pokestop. Misschien kunnen we ook wel even lekker. Waarom de fuck kregen we zoveel items? Oh, dat komt door de first Pokestop of the day. Want holy moly, we kregen echt gewoon 30 items. Paarse Pokestop. Oh ja, die had ik net gepakt. Ik ben echt dom. Yes, Pidgey had dat haast. Yes. We kunnen straks ook nog teruglopen. Oh, er staat een lure aan. Let's give it a try. Straks is er een Ditto. Stop over Ditto's, Dante. Ga gewoon een lekker Ash Ketchum avontuur. Ga geen Mewtwo's vangen. Nou, ik weet het eigenlijk niet. Ik weet het niet. Ik hoop het natuurlijk wel. En er zit nu alleen nog maar Pidgey nearby. En nog wat andere beesten die ik niet hoef. Want ik wil Ditto. En Ditto is awesome. Want met aanval is hij zo chill. Stel, je vecht tegen een Dragonite van 2000. Dan verandert je Ditto ook in een Dragonite. Maar dan 500 CP meer. En er is een Rattata. En die wil ik vangen. Maar 500 CP meer en dezelfde Pokémon. Dus eigenlijk als je nog geen Dragonite hebt, maar wel een Ditto, heb je een Dragonite. Mewtwo. En we hebben hem. En het is geen Ditto. Nee, het is geen Ditto. Jongens, laat me de Pidgey vangen. Yes, let's go voor de Ditto. Ik denk het niet. Wat denken jullie? Nee, geen Ditto. Oh, Rattata. Daarna vangen we de Paris en daarna de Pokestop. We moeten wel even blijven staan voor de Pokestop. Oh my god. Ik hoop echt dat dit goed gaat komen. Nee. Ja, dat is jammer. Zo. Ik gooi echt super scheef. Oké, we gaan het zien. Wow. Dit kan echt een Ditto zijn, want hij is wel heel erg moeilijk om te vangen. Ditto. Nee. Weer geen Ditto, maar hier dus zo even Mr. Mime nearby, Mr. Mime. Dat zag ik wel. Oké, doei Paris. Oh my god. Mr. Mime, Eevee en Kingler. Let's go. Nou, net waren ze niet nearby. Ik check heel even daar waar die lure zit. En daarna gaan we hier terug. Trouwens, wie kent deze plek nog? Laat in de comments achter uit welke Pokémon Go video dat gebouw kwam. En alleen trouwe kijkers weten dat. Ik hou niet zo van Kingler. Het is een beetje een vies krabbetje. Ik kwam er net achter, die leur zat in het bos. Ik dacht, laat maar, want nu zit er Mr. Mime ook nog gewoon weer bij. Yo, ik heb nu ook wat kijkers ontmoet. Even hallo. Allemaal je naam zeggen. Hallo, oh. Ik ben Wessel. Eline. Ik ben Tijven. Abonneer op Clooney Games. Ja, we zijn zeker allemaal op zoek naar een Ditto. Ja. Ja, ik ook, man. En misschien die Zubat. Maar ik ben nu op zoek naar je Mr. Mime. En ik denk dat hij daar is. Ik ben niet zeker. Ja, bij mij wel. Ja, mag ik mijn hoogste Pokémon laten zien? Oké. Okay. Even wachten. Ik kan echt niet gooien. Oké, ik ga mijn hoogste Pokémon laten zien. Ja, let's go. Mijn Vaporeon. Van? 1400. Nice. Ik weet niet eens meer hoe hoog die van mij is. Oh, 2000. Eén Eevee moet ik nog vangen en dan kan ik hem even proberen. Ja, ik kan hem ook al evalueren, maar hij is zo laag CP. Maar ik ga nu op zoek naar die Mr. Mime, oké? Ja, doei. Doei. Ik
Oké, dat is nice. We hebben weer ook wat kijkers ontmoet. Maar ik denk dat ik hier even ga oversteken. Kijkers, staat hij een beetje bij me? Ik ga wel even deze post opdraaien, maar ik hoop dat hij nog neerbij zit. En yes, we hebben 5 kilometer ei. Mr. Mime zit niet meer neerbij. Wat is dit? Er staat hier Pokémon Go. En de Magnemite staat in beeld. En er staat, ik ben geen robot. Ja, ik ben inderdaad geen robot. Selecteer alle vierkanten met verkeersborden. Verifieer. En nu ben ik gewoon weer in Pokémon Go. Een ratata, een ratata. Ratata is beter dan Mr. Mime. Niet als het geen Ditto is, maar mij interesseert me helemaal niks. Please. Is dit Ditto? Het is gewoon geen Ditto. Waarom mag ik geen Ditto? Niantic. Ik wil een Ditto. 3 Pokeballs. Een Weedle. Yo, Weedle. Kunnen we deze gym aan? Ja, met een Ditto konden we deze gym aan. 3 Gyaradoses van meer dan 2000. Oké, dit knip je eruit. Kijk eens, een Pidgey en een Rattata. Ik ben nog nooit daar zo blij mee geweest. Waarom zijn deze voelsprieten zo extreem lang? Ditto time. It's Ditto time. Nee, ik denk dat ik gewoon een beetje crazy ben. Ik zag gewoon even dingen die er niet zijn. Ditto? Ditto? Geen Ditto. Oh ja, Pidgey. Is dit de jackpot? Ik wil de eerste jackpot in mijn leven winnen. Jackpot. Oké. Ik dek het af. Oké, I broke free. Oké, dat is niet zo chill. Dus go. Oké. Kom op. Nee. Het is alweer. Alweer. Geen Ditto. En de reden waarom ik heel even gewoon alweer. En dan omdat er een ei uitkwam. En ik dacht zo van, oh. En er staat, oh, een ei. Gewoon een dik 5 kilometer ei. Growlithe. Een Nidoran. Daar ben ik wel blij mee. Nog één candy. En dan kunnen we hem evolven. Nidoking is awesome. Hier is zo'n bankje. Dan gaan we hem even lekker evolven. Let's go. Yo, ik heb hier ook nog wat kijkers ontmoet. Hoi. Wat zijn jullie ook een Pokémon? Shout-out doen? Oké. Shout-out naar Jaap. Een executor van 1936. Nice, die van mij is... Oh, ik kan een power. 2000. Echt heel weinig. Zou ik een power op de 2000? Oké. Oh my god. Hij haalt het niet. Jawel. Oh, jawel, hij haalt dat gewoon. Oké, laat het even wel zien. Oh my god. Wil je verwachten? Ah, het is het donker daarvoor. Dat is jammer. 18. Oh, hij is 2000. Volgens mij is die hoger. Serieus. Hij 2018 is die. Die van mij kan niet hoger. Het is nummer 2016. Hè? Nee, die van mij kan niet hoger. Nee, we zijn ook bij level 23, maar het ligt aan de... Hoe heet dat? Welke aanvallen je hebt? Jij hebt zeker hele slechte aanvallen. Oh. Doei. Kijk eens, ik dacht zo van... Ah, ik start even Pokémon Go op. Er span niks. Boom! Er span opeens 5 Pokémons en ik wil alleen maar de Tentacool. Nee, niks hiervan kan in een Ditto veranderen. Dus daar hoeven we gewoon geen stress voor te hebben. Dus we hebben een nice. Waarom steek ik 5 handen op? 5 veer, sorry. Ik voel me denk ik een Tentacool met 5 armen. Maar ik denk dat ik straks wel misschien even een incense aan ga zetten. Maar vliegt er vanaf van de kou. Holy. Wacht, heb ik trouwens nog een incense? Wel een lurdo. Oké, kijkers. Ik wil ook wel wat Pokémon's vangen voor XP en Stardust. Dit is een Krabby, maar die kunnen toch niet Ditto's veranderen. Dus ik gooi mijn telefoon weg. En trouwens, jezus, het is hier echt donker. En, ik ben weer... Daardoor ga ik ook mis. Nice, hebben we. Ga je als een pingwing en hou je warm. Hou je warm. Oké, dat is een beetje raar. Oké, de cirkel is klein. Echt, het is zo lang geleden dat ik een excellent had. Maar waarom heb ik zoveel moeite met deze krab? Een krab. Een nice, alweer. Nee, deze is het sowieso niet. Of het is gewoon een Ditto. Waarom niet? Echt, ik heb al 10 Pokeballs aan dit ding gedaan. Ik haat dit. Ik raak hem toch. Oké, een great. En hij breekt eruit. Ja, zelfs met een great. En dan rent hij weg. Stel dat dat gewoon een Ditto was, hè. Dat kon gewoon een Ditto zijn. Hij is gewoon een Ditto weggerend. What the fuck. Het is hier Nidoran. Hij heeft een groene cirkel en we hebben een great. Ondertussen lopen we naar het oude vertrouwde mini-kijkduin. Ik wou zeggen kijkduin, maar mini-kijkduinbankje. En
met een great groene cirkel. Oh my god, heb ik hem niet? Wat is er aan de hand met elke Pokémon? Die Krabby wou al niet. Dit zijn gewoon allemaal Ditto's. Dit moet het Ditto zijn. Ditto, Ditto. En is het geen Ditto? Oh, oh, de spannen. Clefairy en een Nidoran. Oké, we hebben een Nice. We hebben een Nice. En hoe springt hij eruit? Rent hij weg? Wat gebeurt er opeens? Alle Pokémon's rennen gewoon weg. Kom op, jongen. Ik heb nog geen één Pokémon gevangen in mijn kijkduin. Eindelijk. Ik wil naar deze Pokestop. En die Inkvis. Instinct Gym. Ga ik niks mee doen. Want het is al zo koud. En op het strand is het nog koud. En er zitten ze vol top. Ik heb hier een Sandshrew in een sloop ook. Dit was niet zo'n slimme plek. Want hier spannen nooit pitchies. 5 kilometer. Die stoppen we er even in hoor. Zo nice. Deze is toe, scout. Oké, kijk eens. Ik ga wel even chill zitten. Maar mijn duim doet het niet. Oké, ja. Daar spant waarschijnlijk gelijk wat. Nee. Oké, dan gaan we gewoon lekker naar Pokémon. Ja, mijn duim werkt echt niet. Ik kan niet eens meer de lens zien, maar ik kan wel het beeldje zien. Dus dan kijk ik daar maar een beetje naartoe. Maar oh, deze moeten we nog transferen. Let's go. Oké, deze handschoenen werken niet zo goed. Oké, nee, ik doe niet eens de handschoenen uit, want je wil niet weten hoe koud het hier is. Als ik in video zeg, het is hier koud. Nou is het nog kouder. Kom op, schiet alsjeblieft een beetje op. Deze is laag, I know. Maar, ja, zullen we het doen? Ik ben getig, let's go. Ik ga de app afsluiten. Nee joh, tuurlijk niet. Holy dang. Register to Pokédex. Holy dang. 1300. Hoeveel candies krijg je voor een transfer? Dat is volgens mij dubbel candies. Oh my god, er is een Rapidash en we hebben zojuist 2000 XP ervoor gekregen. Maar hij is 1300. Straks kijken we of hij bijna naar de Team of Six komt. Deze bank is echt koud. Je bevriest hierbij gewoon je kont. Huh? Wat was dat? Er was daar opeens een super random schaduw. Ponyta broke free. Waarom gooi ik echt zo scheef? Echt, het is hetzelfde als je hebt een super groot doel met voetbal en dan schiet je op de paal. Yes, dan hebben we hem wel. Ponyta was caught. Ja, daar staat hier de Nidoking. En we vernoemen hem elke Pokémon die we nu... Dat kunnen we doen. Ja, dan gaan we gewoon vanaf deze level 1000, deze level 1000 Hitmonchan... Gaan we omhoog naar de executor. En dan elke video laat een comment in beeld. En dan mogen jullie in de comments achterlaten welke naam jouw Pokémon geeft. Oké? Okay? Maar dat lijkt me echt een superleuk plan. Dit is straks mijn hele 523 Pokémon team. Is naar jullie vernoemd. Oké, okay, we hebben een nice bij deze Magikarp. Dit wordt uiteindelijk onze tweede Gyarados. Ik weet eigenlijk niet hoe hoog die was. Volgens mij 400 of zo. 400? Laat me dat CP nog een keertje bekijken. Oh, 107 maar. Een Geodude en een Sandshrew. Oké, okay. Nice. Ik word een beetje mad. Ik reed je mee. Een Staryu. Deze is niet van mijn leur. De game zegt... Klonnie, je bent te sloom. We moeten nog wel Ditto. Maar je spande geen Rattata en Pidgeys. Dat was ik helemaal vergeten. Dus de Ditto krijgen we hier sowieso niet. Oké, okay, kijk eens. Ik ben nu een Horsey aan het vangen. Maar ik zat constant wel zo. Maar hij bleef maar gewoon aanvallen. Ik zat gewoon zo. Want kijk, als je dit doet. Aanval. Oh. Hij valt niet aan. Nee, ik had een great trouwens. Maar maakt niet uit. Een great met curveball. Serieus, Horsey. Denk niet dat ik hem heb. Nee. Ik vang gewoon geen één Pokémon. Moet ik nou serieus een Ultra Ball en Raspberry gaan gebruiken? Is dat wat je wil? Is dat wat je wil, game? Horsey, eindelijk. Een Abra. Wedden dat hij gewoon wegrent, aangezien elke Pokémon zo'n beetje wegrent. Oh, groene cirkel. En dan zul je zien, hij rent weg met een great. Nee, nee. Yes, we hebben een Abra. Ja, ik heb al elke zin, maar natuurlijk wil ik een betere. Hoeveel candies? Oeh, daar kunnen we ook bijna gewoon een betere elke zin. Maar wat wou ik nou hiervoor van? Oh ja, een Horsey. Horsey. Oh, hier. De Horsey die we net hebben gevangen. Evolve. Yes, please. Sidra. Ja, die hebben we al volgens mij. Maar maakt niet uit. Kom op, Horsey. Je kan het. Je kan het. De Horsey die ik net heb gevangen. De irritante Horsey. Nee, nieuw in de Pokédex. We hebben gewoon 3 Pokémon's nieuw.
Tengela natuurlijk. Tengela heb ik nog nooit gezien. Nee, serieus. Iedereen is Tengela vergeten. Toen Pokémon Go nog niet uit was in Nederland, zaten al Tengela's in de gym. Rip Tengela. We lopen een beetje over de parkeerplaats en dan weet ik niet. Ja, Nou, deze Magnemite vliegt te hoog. Oeh, Growlithe. Oh, hij pleurt bijna mijn handen. Oké, al 700 meters. Maar nog steeds geen ditto. En mijn handen. Laag blijven, laag blijven. Dan waait het niet. Jongens, blijf laag. Blijf laag. Oké, het waait nog steeds hetzelfde. Oh my god, het is echt verschrikkelijk. Oh my flipping god. Hey, ik krijg twee pokeballs. Spannen twee pokeballs. Maar die hoef ik niet. Kijkers, ik ga even opwarmen. Het is weer tijd om Pokémon's te gaan vangen. Sorry, maar het opwarmen heeft echt niet geholpen. Bibberend vang ik deze Krabby. Ik zie hier geen lekker fris bos. En ik zit ook niet zo te smaaien. Lekker zo. Zo voel ik me niet. Elke Pokémon rent weg. Er waren reacties van, ja, je hackt, maar dan rennen ze in één keer weg. Nou, kom op. En als ik hem raak, gaat hij net aanvallen en bounce hij zo van zijn buik. Zo boe. Dat zou echt grappig zijn in de Pokémon-serie. Deze is zo Poliwag. Dan valt hij aan, valt die Pokémon tegen zijn buik, kijkt hij zo, pakt hij hem op, gooit hij tegen Ash Ketchum. En zit Ash Ketchum in de Pokémon. Magmar nearby. Is hij weer waar dat jongetje zei? Denk ik dat. Let's go find out. Er zit een ratatijn hierbij. Rennen, rennen, rennen. Nee, grapje. Ik denk toch niet dat het een ditto is. Stop met die gedachten. Jongens, dat was allemaal een prank. Dus er zit geen ditto in het spel. De ditto is er wel, maar ik moet er gewoon niet aan denken. De Slowpoke is hier weer. Maar de Magmar zal niet meer terugkomen. Straks ben ik niet alleen de laatste met een Gyarados, maar ook de laatste met een ditto. Het is echt zo koud. Mijn handen vallen er bijna vanaf. En we hebben helaas ook geen ditto gevangen. Maar ik heb nog wel een verrassing voor jullie. Zoals jullie weten, ik heb nog een extra Pokémon Go Plus. En die ga ik weggeven. Jullie kennen wel mijn Executor. Jullie mogen daar een naam in de comments achterlaten. En de beste naam met ook de beste reden waarom je die naam hebt gekozen. Die wint de Pokémon Go Plus. En die krijgt de naam op mijn level 2000 Executor. Laat nog even een like achter. Check nog even mijn Instagram en mijn Twitter bij links in de beschrijving. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later!